We hebben ze aan de lijn, de hoofdredactrice van het vrouwenmagazine Marie Claire. Goedemorgen Anouk. Ja, goedemorgen Sven. Goedemorgen iedereen. Ja, goedemorgen. Anouk, het klopt hè. Het is een paar jaar geleden heb je een reportage gemaakt over de jungle van Calais. En daar is veel veranderd voor jou hè? Ja, helemaal. Dus, het is 2 of 3 jaar geleden ben ik naar Calais geweest. En ik heb dit... dat was mensen onmenselijk. Dus het heeft mij heel veel geraakt. Ja, het was afschuwelijk wat daar gebeurde. Mensen leefden daar in onwaardige omstandigheden. Allemaal in de hoop van naar Engeland te kunnen gaan. Want daar gaat het ook bijna altijd over. Het heeft je zo geraakt dat je persoonlijk leven ook hebt omgesmeten. Want je hebt een Soedanese jongen van 16 onderdak gegeven, hè? Ja, dat is zo. Maar vroeger had ik al een Syrische jongen bij mij gehost. Hij is bij mij 10 maanden gebleven en heeft asiel gevraagd. En we zijn door de procedure samengegaan. En daarna heb ik wel nog een paar mensen vanuit de platform Hébergement Citoyen in Brussel gehost. En nu was het een jonge Sudanees van 17. 17, ja. Ja, en hij was alleen en het was voor mij niet mogelijk om hem te laten. Dus ik heb hem gezegd, kom bij mij thuis en we zullen zien. En hij wou absoluut naar Engeland gaan. Ja, en toen heb jij 1 telefoontje gepleegd dat je blijkbaar echt niet had mogen doen, hè? Dat was een foutje van mij, want ik wou hem helpen. Want 3 weken voordat hij naar Engeland wou gaan, was er ook een jonge Soedanees die door een bus is gereden. Want die mensen nemen alle risico om naar Engeland te gaan. Dus hij had helemaal geen geld. Het ging niet om geld. Het ging helemaal niet om mensen te smokkelen. Het ging meer om humanitaire reden, om die jongen te laten gaan zonder hem in gevaar te zetten. Maar je hebt iemand gebeld om te vragen of die wist hoe hij naar daar zou kunnen raken en die telefoon werd afgeluisterd. Ja, dat was ook een journalist, die is ook zoals mij in die proces. Hè. En zij heeft meer dan ik heel veel migranten geholpen. En ze was... ik heb haar gevraagd, zou jij iemand kennen die Mohammed naar Engeland zou kunnen helpen om te gaan? Ja, en de politie heeft het telefoontje afgeluisterd. Juist. En nu dreig je de gevangenis in te gaan voor 5 à 10 jaar. Dat is juist. Goh, maar dat kunnen wij ons niet inbeelden. Sorry? Dat is toch onmogelijk dat dat echt gaat gebeuren, Anouk? Ik hoop het echt van hart, want mijn advocaat die zegt dat gewoon niet kan. Hè. Het is allemaal mijn humanitaire reden. Ik heb het vermoeid, geen cent daarvoor gekregen. En hij is niet gegaan. Eigenlijk heeft hij toch asiel gevraagd. Mm-hmm. Dus hij is nu in een proces om in België te kunnen blijven. Mijn fout was dat ik wist helemaal niet dat het protocol van Dublin niet voor minderjarig was. Dus hij had zijn fingerprint in Italië. En dat was het probleem, eigenlijk. Mm-hmm. Wat snap je van de reactie van mensen? Want die komen ook wel binnen op dit moment. Van mensen die zeggen, sorry, maar je moet geen illegale opvangen. Dat is niet de taak van particulieren. En als je dan nog probeert mee mensen naar Engeland te smokkelen, doe je net wat niet de bedoeling is. Ja, dan moet je misschien maar op de... Ja, is een gat verbrand met op de blaren zitten, zeggen sommige mensen. Ja, ik begrijp ze wel, maar het is niet illegaal. Het is daarom, het is niet illegaal. En dat wil ik wel punten aan. Zou het helemaal illegaal zijn, dan zou ik het niet doen. Hè? Ja, het is gewoon omdat je mensen die in de problemen zitten gewoon wil opvangen. Dat en is help. Wat we gaan helpen. Ja, sorry, ik hoor je niet meer. Nee? Hallo? Hallo? Ah ja, nu is het beter. Ja. Het is omdat je mensen die in de problemen zitten echt wil helpen. Dat is eigenlijk uw standpunt. Mijn standpunt is zo, ja. Als je die mensen leren kennen, ziet u wel dat... dat zijn helemaal geen slechte mensen. Ze willen gewoon een nieuw leven, een bestelijk leven kunnen vinden. Mm-hmm. Oké, wanneer is het proces? Is dat binnenkort? Het proces moest in Dendermonde, maar we hebben het gevraagd om in onze eigen taal, want u kunt het wel horen, ik ben een Franstalig. Ja, goed Nederlands. Super Nederlands, hoor. Doet u goed, ja. Dank u, maar ik vind het niet, ik zoek nog mijn woorden. Maar ik doe mijn best. Dus het proces is nu naar Brussel. Waarschijnlijk gaat het wel beginnen na het zomer in september.
september, oktober. Oké, dankjewel voor uw reactie en hopelijk kan u het uitleggen aan de rechter. Dankjewel. Ja, en dankjewel voor uw telefoontje.